Hey hoi. Uh, deze les is een overzicht. En wat ik eigenlijk wil doen, is uh, om jullie in. Nou ja, ik weet niet hoe lang het gaat duren, maar vrij kort hoop ik. Uh, een overzicht te geven van wat we van het begin van het schooljaar gedaan hebben tot aan nu alle stromingjes en alle stijlen. Um, met kort aan te geven wat nou precies de belangrijkste punten waren, maar ook vooral dat je misschien een soort lijn gaat ontdekken. Um, want. Het is een goed moment. We zijn zo'n beetje aangekomen bij de Tweede Wereldoorlog. En dat is wel een soort breekpunt in de kunst. En je zou voorzichtig aan kunnen zeggen dat na de Tweede Wereldoorlog de hedendaagse kunst langzaam gaat beginnen. Er zijn nog een aantal redenen om te zeggen dat die eerste zeg maar de jaren 50 en 60 nog bij de moderne kunst horen. Maar uh, alsnog is de Tweede Wereldoorlog een goed, goed breekpunt. En we hebben ook gezien dat bijvoorbeeld 1863 een goed breekpunt was. En dat vanaf 1850 kunstenaars zich wat gingen afzetten tegen de oude kunst, die vertegenwoordigd werd door de um, academie. Daar werd de oude kunst, zoals het heurt, gedoseerd. En dat zie je op deze afbeelding van Cabanel. Deze komt uit 1863. Dit was feitelijk nog. Uh, een groot gedeelte van de tweede helft van de 20e eeuw populair in, in Parijs. Dit waren de grote meesters die verkocht werden. Maar we zien gaandeweg dat er ruimte komt uh, voor uh, kunstenaars die het anders willen doen. Om hun werk tentoon te stellen. Uh, er komt steeds meer publiek ook. Uh, denk ook aan de Amerikanen en de Russen die uh, heel graag in Parijs inkopen komen doen. Want ze zien allemaal dat er daar spannende dingen gebeuren. Uh, en, en langzaamaan krijgt die, die vooruitstrevende groep kunstenaars meer grip. Op de kunstwereld en, uh, en die, die gaan we nu zien, en die komen dus uh, voorbij. Dit vertegenwoordigt de academische kunst, hè? dus de quasi-sensuele, naakte, uh, met een uh, verfijnd academisch geschilderd, klassicistisch, um, een klassiek onderwerp: een geboorte van Venus, engeltjes erbij. Dus het is een soort mythologisch onderwerp, heel verfijnd geschilderd, in een uitgebalanceerde compositie, mooi helder belicht, uh, het is heel erg uh, volgens de regeltjes. En dan uh, zag je vanaf 1850, hebben we gezien, het realisme zijn intrede doen, uh, wellicht ook op, op een beetje als voortzetting van, van de, de romantiek, waarin de natuur belangrijk was, uh, maar hier richten ze zich vooral op de mens, ook in die natuur. Uh, en bijvoorbeeld, uh, armoede en boeren op het veld werden een heel geliefd onderwerp in het realisme. En de naam zegt het al: realisme met een hoofdletter. Ja, ze wilden de realiteit weergeven. Dus geen geïdealiseerde versie van de realiteit. En een soort vergoddelijke versie, maar de keiharde realiteit zoals die zich voordeed aan het menselijk oog. En de schilder kiest wat hij wil laten zien. En de schilder uh, vindt uh, dat hij, hij, als hij een bepaald beeld heeft van nou, dit, vind ik een interessant onderwerp. Dit ga ik onderzoeken en ga ik op een doek zetten en um, dat vertegenwoordigt een waarheid en um, kunst hoort goede kunst hoort meer die waarheid te tonen en de schoonheid ook in de wereld om ons heen dan een soort vreemde fantasiewereld. En soms was het ook uh, wat um, chockerender. Uh, iemand als Courbet uh, zocht wel de randjes op van wat geaccepteerd was. Want dit was geaccepteerd naakt, mythologisch naakt, maar dit, was, dit waren twee vrouwen uh, in, een, in een soort van erotische omhelzing, uh, uh, homoerotisch werk wellicht. Uh, dus dus uh, uh, het is wat chockerender um, wat, uh, ja, voor, voor, voor de bourgeoisie in, in die tijd. En, en daar waren kunstenaars dus ook naartoe. Weg met de regels van de academische kunst, onder andere ook door het naakt eh, wat stoerder en wat shockerender te, te doen. Op dat realisme volgt het impressionisme, een stroming die, en ze kennen elkaar allemaal en het, het groeit langzaam in elkaar over, maar een net iets jongere generatie kunstenaars onder aanvoering van Monet, zou je kunnen zeggen, eh, besluiten om in de jaren 70 en 80 eh, werk te maken die wat op locatie wordt gemaakt, en wat je hiervan uh, moet onthouden, is dat, dat het een onderzoek was naar kleur en licht van een bepaald moment. En weet je nog, ze gebruikte fotografie, ze gebruikte Japanse prens, ze gebruikten van alles. Maar, maar ze gingen erop uit. Ze hadden verftubes en ze gingen naar buiten, voor een groot gedeelte. Uh, om om die, de natuur zoals die zich aan ons voordoet, proberen te pakken. Uh, en de sfeer van een winderige. Uh, heldere voorjaarsdag of van een zompige zomerdag of van een mistige ochtendnevel. Dat probeerden ze te pakken. En om, om te laten zien dat ze ook echt in processen werkte, hebben we deze serie bijvoorbeeld gezien van Monet, waarin hij die kerk heel vaak heeft ge geschilderd. Waarin je echt wel kan zeggen. Het is een onderzoek naar kleur en licht. En niet zozeer een onderzoek naar. Uh, ik ga die kerk eens heel mooi naschilderen. Uh, want die kerk, nou ja, de, de, die had hij wel wat gedetailleerder mee kunnen zijn. Maar het ging om het spel van de kleuren en van de schaduwen. Je ziet dat ze geen zwart gebruiken. Er zijn drie kunstenaars die, die het erfgoed van de impressionisten weer nieuwe richting induwen. En die noemen we post-impressionisten. -impressionist, de eerste is Van Gogh, die het impressionistische uh, gedachtegoed um, vooruit duwt. En eigenlijk de kleuren veel feller maakt. De contouren harder wegzet. En um, door zijn... Uh, schildertoets eigenlijk die voor het eerst zichtbaar werd in het impressionisme, uh, zijn schildertoets nog verder uh, een soort onafhankelijk beeldmiddel te maken en uh, creëerde die hele heftige, dynamische voorstellingen, waar nu ja, soms de kleuren wel wat minder zijn uh, geworden, maar je kunt je voorstellen dat die heel chockerend heftig waren. Dus er ontstaat een soort emotie en Van Gogh kan je zeggen duwt de schilderkunst in de richting van een stroming expressionisme die we daar gaan zien. Um, een andere vriend van Van Gogh ook, en ook iemand die de impressionisten kende, was Paul Gauguin. Iemand die heel erg op zoek was uh, naar een hele eigen, authentieke schilderstijl. En die voelde zich niet heel erg happy in Europa, is later naar Tahiti gegaan. En uh, daar schilderde hij de Tahitiaanse mensen. Uh, op een manier waarvan hij zegt, ja, niet op een impressionistische manier meer, hij is veel meer met egale kleurvlakken gaan werken. Hij zegt nog steeds, fuck academische kunst. Uh, weg met de schaduwen, weg met die academische composities, weg met academische belichting, weg met academisch perspectief. Dus de schilderijen ogen op een of andere manier heel plat. Uh, de, de, de figuren zijn wat gestileerd, wat vereenvoudigd. Uh, maar hij werkt wel met, met, en met die krachtige egale kleurvlakken en die heftige kleuren tegen elkaar. Dus ook wel iemand waar de, impression, de expressionisten naar gekeken hebben. Uh, maar wat interessant van Gauguin is dat hij zegt, ja, we hebben nu al zoveel stromingen gehad, het realisme en het impressionisme, waarbij de inhoud en de betekenis en de symboliek eigenlijk op een nulpunt is komen te staan. Het ging vooral om de wereld zoals die zich voordoet aan ons. Ik ga weer terug verhalen vertellen en, en symbolisch geladen werken maken, maar niet uh, volgens algemeen geldende regels. Ik maak er een beetje mijn eigen symboliek van. Dus je zou hem een, een, een voorloop kunnen noemen van, van het symbolisme, een stroming. Um, en Cézanne, een, een, een kunstenaar die zegt: ja, ik gebruik het impressionisme, maar niet om um, uh, die wereld zoals die zich voordoet heel snel en trefzeker te pakken. Ik hou wel van dat snelle en trefzekere, maar ik wil vooral de structuur zichtbaar maken achter die wereld. En hij, hij heeft de beroemde uitspraak ooit gedaan: de wereld is terug te brengen tot kubussen, cilinders en kegels. En uh, je ziet in zijn werk dat hij een zoektocht maakt naar een schilderij is een plat vlak. Hoe kan ik mijn verfvlekjes zo wegzetten dat er een interessant ritme, een patroon ontstaat? Hij gebruikt die toetsjes die zo parallel aan elkaar staan. Maar de wereld wordt teruggebracht naar wat vereenvoudigdere vormen. En uh, ja, hij, hij, hij is eigenlijk de zoektocht naar de abstractie van de wereld die we zien uh, ingegaan. Uh, een vierde groep die naast deze drie kunstenaars aan het werk was en die, waar ook een aantal mensen mee, zich mee bezig hielden. Uh, en je zou het dus ook po uh, post-impressionisme kunnen noemen, maar ze hebben ook een eigen naam uh, bedacht, het uh, pointilisme of divisionisme, maar pointilisme is makkelijker, want daar zit het woord punt in, en ze werkte dus met die stipjes. Uh, die gingen verder op de wetenschappelijke benadering van het imp uh, sorry, ja, de impressionisme, Impressionisme probeerden ze als het ware een soort wetenschappelijk vooruit te duwen. Dus met inzichten over kleurtheorie. Probeerden zij te bedenken van. hé, hey, hoe krijgen wij nou te gekke schilderijen? waarbij we uh, de manier hoe kleuren zich manifesteren, uh, verder onderzoeken. En zij kwamen op het idee om dat optische uh, mengen. Door je op je netvlies. Uh, te onderzoeken door nou, verschillende tinten van een kleur bij elkaar te zetten in kleine stipjes die van een afstand een bepaalde kleur opriepen die bijna vibreert op je netvlies. Dus totaal anders als Gauguin met zijn egale kleurvlakken. Dan zijn er nog een aantal kunstenaars die in dezelfde tijd werkten. Uh, dus allemaal aan het eind van de 19e eeuw, 1880 tot, tweede, tot 1900 ongeveer. Uh, en die maakten fantastische kunst. Maar ik heb al verteld toen, die horen niet echt in het verhaaltje thuis. Dus die zijn een beetje aan de kant geschoven toen, toen de grote uh, jongens uit de jaren 60, 70 van de 20e eeuw de kunstgeschiedenis gingen uh, opschrijven. dat ze, ja, met deze gasten kunnen we niet zoveel. Dus die schuiven maar een beetje aan de kant. Uh, ik heb het in de les een beetje doodlopende weggetjes genoemd. Ze hebben weinig, um, uiteindelijk weinig. Volgers gekregen. En er zijn weinig lijnen uitgezet. Met mensen die tot vandaag de dag hun werk als inspiratiebron gebruiken. Dus het heeft enigszins een wat, wat doodlopend karakter. Maar desalniettemin zijn het waanzinnig vette werken. Dit is van Redon. En toen heb ik het volgens mij nog niet durven zeggen. Omdat ik het stom vind om te zeggen dat hij een voorloper is van een stroming die 40 jaar later aan de weg gaat timmeren. Maar nu hebben jullie ondertussen surrealisme gehad. Maar zie je dat hij als kunstenaar heel erg. Die vreemde droomwereld en het bij elkaar brengen van vreemde vormen, uh, afdrukken maken van verf, lijkt het wel, of weet ik wat hij met zijn paletje doet, um, dat hij heel erg in de richting van het surrealisme al bezig is. Dus hij is een van de voorlopers van het surrealisme, zou je kunnen zeggen. Maar dat wist hij toen nog niet. Maar hij maakte wel ja, bijzondere droomachtige beelden. Uh, Jugendstil en Art Nouveau hebben we als stroming genoemd. Een stroming die uh, heel decoratief van karakter was. Sierlijke organische lijnen spelen erin een belangrijke rol. Heel decoratief, hè? dus mooie plaatjes. En daardoor past het ook niet zo goed in de 20 e eeuw. <tiek> maar, de, maar wel fantastische werken. Dit is van Moeka, een uh, volgens mij een Tsjechische uh, kunstenaar die uiteindelijk ook in Parijs is beland. En alle cafés in Parijs wilden, zeg maar, decoraties van hem aan de muur hebben. Maar ook uh, toneelstukken en, en uh, operas en zo. Voorzag hij van, van posters en kleding en noem maar op. Ehm. Um, een andere kunstenaar die, die in die periode actief was, en ik twijfel of hij Van Gogh zijn werk kende of van Gogh kende, maar hij zit net na Van Gogh, is wat Munch. Je kent denk ik de schreeuw van Munch wel, die ook met een hele uh, vaak sombere sfeer veel symboliek in zijn werk uh, heen, uh, uh, maar ook een soort melancholiek zit erin, somberheid, uh, tragiek. Um, in, in, in een lekkere, heftige expressionistische toets, heftig uh, expressionistisch kleurgebruik, egale kleurvlakken wat, die, wat een beetje op Gauguin lijkt. Dus, dus uh, een soort voortzetting van de, de ideeën van Van Gogh en Gauguin, wel, zou je kunnen zeggen. Iemand in, in Oostenrijk, uh, Gustav Klimt, uh, die ook dat decoratieve karakter heel erg onderzoekt, met decoratieve patronen gecombineerd met een wat realistischere schilderstijl. Veel met bladgoud werkt, Het lijkt een beetje Byzantijns uh, wat hij doet. Um, maar er ontstaat een soort interessante wisselwerking tussen decoratief en, uh, en inhoud. Um, en hij heeft, uh, uiteindelijk is dit ook dus een van de jongens waarvan je zegt: ja, een beetje een doodlopende weg, maar prachtige werken zijn het. Groot ook dit. Uh, nog een, een ruimtelijk werk van de Jugendstil of Art Nouveau. Dus dit hele sierlijke, organische, uh, handmatige afzetten tegen de machines. Alles moest handgemaakt zijn. Fuck machines. In een tijd dat de industrie ze eigenlijk uh, heel veel overnam, probeerden zij toch weer het handwerk en het ambachtelijke terug te brengen. Dus heel kostbaar. Dus niet zo handig voor het grote publiek. Uh, en dan komen we aan in de 20e eeuw en dan uh, heb ik uh, even uh, wat laten zien van Afrikaanse maskers. Dus dit zijn uh, inspiratiebronnen voor heel veel kunstenaars, dit, dit soort werken komen op grote wereldtentoonstellingen en musea eh, worden die tentoongesteld. Kunstenaars gaan er naartoe, zien dit en denken, wow, dit zijn beelden die niet, zeg maar, academisch zijn. Van kunstenaars die niet academisch geschoold zijn en niet allemaal over compositie moeten nadenken. En over belichting en perspectief. En anatomische correctheid van een gezicht en van lichamen. En het vrouwelijk naakt en het mannelijk naakt en waar zitten spieren. Daar hebben ze allemaal lak aan. En die kunstenaars die waren op zoek naar zoiets. En die dachten: wauw, we gaan deze kunst omarmen en, en hier gaan we mee aan de slag. En uh, als reactie uh, daarop kwamen dit soort invloeden uh, in hun eigen. Kunst terecht. Um, bijvoorbeeld bij, bij mensen als um, Matisse, de, de expressionist Matisse. Matisse is trouwens meer naar, naar Noord-Afrika geweest om de patronen in de Arabische wereld te onderzoeken. Kan je misschien een beetje zien in dit werk. Maar je ziet um, nog verder doorgaan op heftige kleuren, heftige kleurcontrasten. Uh, een schilderij erkennen als een platvlak, scheid aan perspectief, weg met plasticiteit, weg met plooien. Uh, dus we zien uh, hele vreemde, vervormde, platte, sierlijke uh, lijnen die lekker losjes geschilderd zijn. Je ziet de kwaststreken nog terug. Je ziet een soort decoratief platte patronen. Totaal anders dan wat we uh, gezien hebben. Uh, maar je ziet ook wel een beetje dat hij verder gaat op wat Van Gogh heeft uh, ingezet als koers. Uh, dit was het eerdere werk van hem uit uh, volgens mij 1906. Uh, uh, waarin hij ook uh, experimenteert met die heftige kleuren naast elkaar. Lichamen niet meer ruimtelijk uitbeelden, maar als een contourlijn. Soms worden ze ingekleurd en soms lijken ze een beetje schaduw te hebben. De ene contourlijn is heftig, uh, heftig rood, de andere contourlijn uh, is een beetje groen. En wat zijn dit voor lijnen die er zitten? Perspectief klopt niet meer. Deze mensen zijn veel te klein ten opzichte van de mensen op de voorgrond. Dus er zijn allemaal regels die die helemaal, die helemaal het lak aan heeft. Um, in Duitsland gebeurt er een, uh, een vergelijkbare stap. Ze kenden elkaar en in Duitsland waren ze ook verder gegaan. Op, uh, min of meer op Van Gogh. Met felle kleuren, heftige vormen. Uh, en de vormen worden steeds abstracter. En ze gaan steeds meer los van die zichtbare werkelijkheid. Uh, tot zelfs abstract. En je zou kunnen zeggen dat dit de kunstenaar is, Kandinsky. Die in die Duitse groep, het was een Rus, maar in die Duitse groep was hij actief. Voor het eerst abst volledig abstracte werken ging maken. En volledig ook ging theoretiseren. Dus hij had echt. Ideeën, theorieën over waarom kunst abstract moest zijn. Dat het een hoger niveau kon, kon bereiken dan zichtbare kunst. Uh, en deze kunst is, het is dus niet de bedoeling dat je hierin zegt: Oh, ik zie daar een fiets en ik zie daar een, weet ik veel, een landschap. Het is de bedoeling dat je vlekken ziet, strepen ziet. En dat het spel van kleuren, kleurvlakken, strepen, uh, vormen. En dat dat samen een, uh, een, 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 nou ja, een bepaalde emotie zou kunnen oproepen. Uh, tegelijkertijd, dus naast de expressionisme, zagen we dat Picasso niet zozeer geïnspireerd was in de expressieve kracht van kleuren en vormen en abstractie en kwaststreken, maar uh, in vorm. En, en hij keek goed naar Cézanne, en uh, je ziet ook hier de Afrikaanse maskers terug, maar je ziet ook dat hij, wat Cézanne zei, de wereld terugbrengen naar geometrische vormen. In, de, in dit schilderij voor het eerst onderzoekt. Uh, uh, want hiervoor, echt, drie maanden hiervoor schilderde hij nog heel uh, ja, een soort van uh, sentimentele, realistische schilderijtjes van, uh, van uh, circusartiesten. En plotseling besluit hij om, om het helemaal anders te doen. Dus een soort harde geometrische vormentaal, weg met de achtergrond, weg met het perspectief. De achtergrond is voorgrond geworden, die bliksemflitsen van wit trekken net zoveel aandacht als de figuur op de voorgrond. Dus een woest en heftig, chockerend schilderij waar we uitgebreid over gesproken hebben, waar je hopelijk van ziet van, oh ja, dit was het breakpoint, waardoor de weg vrij werd gemaakt voor hem en zijn vriend om cubiste, cubisme te ontwikkelen. Uh, een stroming die, die heel erg gaat over uh, het analyseren van de werkelijkheid. Je uh, uh, ziet ook een viool, uh, muziek speelde een rol, weet je nog, muziek bestaat alleen in tijd. En zij zeggen feitelijk, we zijn gewend om vanuit één standpunt naar een wereld te kijken op een schilderij, wat nou als ik een onderwerp bestudeer en ik loop eromheen en ik ga dat hele studieproces van die uren lang dat ik om me voor heb heen bekijk, vastleggen in één plek. Dus je krijgt al die verschillende perspectieven in die gefragmenteerde geometrische beeldtaal. Uh, soms zie je alleen maar stukken van een onderwerp en laat je de rest uh, zitten. Uh, dat wordt de beeldtaal van de kubisten. En na een paar jaar bedachten ze: we kunnen nog meer doen. En ze gaan voor het eerst de massacultuur, de massamedia toelaten in hun werk. Door middel van knipsels uit kranten, tijdschriften, buskaartjes, brieven, eh, materialen die ze in winkels eh, kochten. Eh, en die vinden hun weg in hun eh, kunst als flarden, als knipsels. En, en zij spelen met het toevoegen van lijnen en het toevoegen van compositorische elementen. En zo onderzoeken ze: hé, hey, kan, kan, kan die collageachtige wereld. Uh, iets, iets, uh, iets, uh, iets, iets toevoegen aan de cubistische beelden. En um, de collage is natuurlijk een super uitvinding. waar veel meer kunstenaars vandaag de dag gebruik van maken. Voordat we naar gaan kijken, eerst nog een tussenstroometje. Het futurisme. Op basis van het cubisme zou je kunnen zeggen: dit is statisch. Dit is een onderzoek van een, van een stil leven. of van een portret of een persoon. Um, de futuristen kennen de cubisten. Maar zij wilden de bruisende dynamiek en de snelheid van de stad en van het moderne leven en van de industrie en van de machines en van de treinen en van de vliegtuigen en van de tanks. Dat wilden ze zichtbaar maken. Uh, dus die schilderijen stralen een soort dynamiek uit, vaak ook met veel fellere kleuren dan de cubisten, dat het wat vlammender werd, maar ook met veel diagonale lijnen, ritme, hectiek uh, en, en een bijna onherkenbare voorstelling. Niet volledig abstract, dit, deze, dit schilderij heet Fietser, of Wielrenner ofzo. Dus met veel fantasie zou je hier nog een wielrenner in kunnen zien. En in het ruimtelijk vlak zie je ook hè, die flarden, die woeste uh, vormen. Alsof een figuur uh, ja, in, 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 in een soort uh, uh, continuum be beweegt. En, uh, het heeft wel iets van een soort computerspelletje weg, waarin ook vreemde vormen en, en explosies uh, plaatsvinden. Om, om een soort dynamiek te... Uh, te laten ontstaan. Um, maar we zien wel hier een, een lopend iemand in. Hè? In Rusland uh, ontwikkelt zich in de Eerste Wereldoorlog het Suprematisme onder leiding van Malevich. Maljevich. En Malevich um, probeert een zuivere geometrische wereld te schilderen op een wit achtergrond geometrische vormen, vaak rechthoeken, soms ook net iets andere vormen, maar vaak dus gebaseerd op rechthoeken. En we hebben ook gezien dat die uitgekomen is als je steeds meer weg gaat halen, steeds meer kleur weg gaat halen, steeds meer compositie weg gaat halen. En je wil de schilderkunst terugbrengen tot, het, tot de essentie, tot de kern, tot de basis, tot de nucleus. Als je met je microscoop verder gaat inzoomen tot wat is nou de essentie van kunst, uh, dan kom je op een geometrische, door de mens bedachte vorm, het vierkant, langs alle kanten symmetrisch, uh, op een vierkant doek. Tenminste, daar kwam Maliev iets bij. En, en die schilderde dus ook het zwarte vierkant op een wit doek, en ook een wit vierkant op een wit doek. En uh, Goed, daar heeft hij een hele serie van gemaakt. Daarna is hij ermee gestopt en is hij weer andere dingen gaan doen. Maar dit was zijn zoektocht, zijn onderzoek, naar, uh, naar wat kan een schilderij zijn, en hoe kan ik die geometrische beeldtaal zo ver ontwikkelen, tot het tot een soort minimum kale essentie is. En tegelijkertijd is Mondriaan in Nederland bezig met zijn zoektocht om die schilderkunst naar een essentie terug te brengen. En hij ontwikkelt de stijl. Een stroming die we kennen uit de schilderkunst van Mondrianen, waarin hij zegt. Oké, okay, primaire kleuren, ik gebruik alleen nog maar horizontale en verticale lijnen. Dat is een soort van de essentie van, van richting en van compositie. En daarmee ga ik schuiven en ga ik zoeken naar spannende composities. Maar we hebben ook Rietveld gezien, die um, eigenlijk de ideeën van de stijl dat. Uh, dat moderne, um, geometrische, uh, overzichtelijke, heldere, duidelijke, universele toepast in zijn architectuur. En hij onderzoekt in zijn werk hoe kan ik uh, een soort hele transparante, open, moderne, hygiënische, multifunctionele, flexibele ruimte ontwikkelen. En hij komt met het Rietvathuis, waarvan de stoel het bekendst is, maar bijna als een Mondriaan schilderij dus bestaat. En we hebben gezien dat het idee van de stijl ook zijn invloed hebben op het Duitse Bauhaus, een beroemde kunstacademie uh, die uh, heel erg ook van invloed is geweest uh, om het samenbrengen van verschillende kunststromingen, van disciplines. Je was niet meer beeldhouwer maar je ontwikkelde je eigenlijk op alle disciplines voordat je je ging specialiseren. Uh, en industrieel, industrieel ontwerpen, industrial design wordt uh, bloedserieus genomen als een manier om kunst en visies over beeldtaal te verspreiden onder een veel breder publiek... dan dat je alleen maar kunstwerkjes maakt, schilderijtjes maakt... die een paar mensen konden kopen. Maar dit kon hopelijk massa geproduceerd worden... en verkocht worden voor niet al te veel geld... zodat de hele wereld verandert. En zij hebben ervoor gezorgd dat de IKEA... strak multifunctioneel uh, zelf in elkaar zette uh, architectuur... of uh, binnenhuisarchitectuur... dat de IKEA mogelijk werd gemaakt. De kern van die ideeën ligt bij het Bauhaus. En dan hebben we nog de is te gezien... Die tegen alles waren en uh, eigenlijk vanuit het niks. die hele kunstwereld kapot wilden maken. Uh, maar wel hele mooie collages maakten. Uh, dit is van Hannah Heug. Het is dus van het synthetisch kubisme. door naar, het, uh, naar, die, na, naar de collages van de Dadaisten. Uh, met veel inhoud, veel betekenis. Stiekem toch wel. Uh, een hele grappige anti-stijl. Um, die, 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 ...die ook eigenlijk de readymade uitvindt... Hè. Dus is Dada New York, uh, Marcel Duchamp... ...die zegt van, hé, hey, maar ik ga... Uh, ...oh, sorry, ik moet eigenlijk die andere... ...maar die naam kan ik niet uit mijn hoofd... ...barones Elsa van Loringhoven of zoiets dergelijks... Uh, ...de vrouw die dit gemaakt heeft... ...maar goed, uiteindelijk claimt Marcel Duchamp... ...deze uh, urinoir... ...die die omgekeerd in een wc zet... Dus, ...hé, hey, zij onderzoeken van... ...hoe kan een kunstwerk... Uh, ...hoe kan een voorwerp uit de... Uh, nou ja, ...uit de alledaagse werkelijkheid... Getransformeerd worden tot kunstwerk door de kunstenaar. Interessant onderzoek, maar goed, daar hebben we uitgebreid over gesproken. En het gevolg daarvan was weer dat het onderbewuste en het spontane en het intuïtieve uh, kunstenaars in het surrealisme, de laatste stroming die we hebben behandeld, uh, in het surrealisme, uh, de doedeltekening, letterlijk vanuit het onderbewuste beginnen met tekenen en maar zien wat eruit ontstaat. Uh, uh, om, een, om uiteindelijk het onderbewuste te bevrijden. Het was wel om een betere wereld te creëren. Uh, maar vanuit het onderbewuste, dit is Jean Miró. Joan Miró, het is een Spanjaard. Die vanuit zijn doodeltekeningen Met kleurvlakken enzovoort. Een soort spannende composities wil maken. Uh, stiekem toch wel een beetje stuurt, denk ik. In zijn onderbewuste. Uh, maar ook iemand als Salvador Dali hebben we gezien. Die juist die droomwereld. Um, probeert zo realistisch. als een soort. Als een soort Screenshot van zijn droom, vlak voordat hij ontwaakt, probeert hij die, die, die droom vast te leggen in een soort hyperrealistische stijl. Dus de academische, eigenlijk dat academische wat we hier zien, komt weer terug in werken van Dali. Alleen dan op een hele droomachtige, fantasievolle manier, in een krankzinnige setting, um, waarin je in voorheppen verschillende vormen kunt ontdekken. Hè? Dat zwanen ineens olifanten worden in de weerspiegeling. Uh, en, en een stroming die we uh, nog niet gezien hebben, maar die, die er feitelijk een soort surrealisme-achtig is. Uh, wordt al magisch realisme genoemd. Uh, en en naar hiervan kan je zeggen, is het surrealisme of magisch realisme? Het is in ieder geval een stroming, dus is van Paul Delvaux in België, die ook een soort droomachtige wereld schept. En veel mensen zeggen, ja magisch realisme is eigenlijk, het zou wel kunnen, alleen het is raar. Het is een akelige, nageestige sfeer. Uh, ...een beetje somber, duister, donker. Uh, donkere, dreigende luchten. Vreemde figuren die, uh, die heel stijf en ijl in, in, een, in een landschap staan... ...waarvan je toch een beetje een naar creepy gevoel krijgt. Um, dat zijn de um, magisch realisme. En dat zijn zo'n beetje de stromingen, de belangrijkste stromingen. Er zijn er iets meer natuurlijk. Maar de belangrijkste stromingen die, die voor de Tweede Wereldoorlog... Ja, Haven bestaan en waar kunstenaars mee bezig zijn geweest. Dus tot zover de herhaling van de eerste 100 jaar na 1850.